Het wordt komend weekend een rare gewaarwording bij de Grand Prix van België. Niet die oranje zee aan fans rondom het circuit van Spa-Francorchamps die we gewend zijn door corona natuurlijk. Wel present in België, onze Formule 1-volger Erik van Haren. Erik, ja, het is een stilte daar. Ja, eigenlijk helaas begint het een beetje te wennen, want dit is natuurlijk de zevende race in dit coronatijdperk. Vanaf volgende maand gaan we waarschijnlijk ook weer wat publiek zien bij de wedstrijden. Maar nu nog even niet. En ja, dit doet toch een beetje denken aan die eerste twee races in Oostenrijk, waar natuurlijk ook vaak de Nederlandse fans in grote getalen die kant op zien gaan. En ja, dat is in België natuurlijk al jaren het geval. Ja. Maar ja, het is nu stil op straat. Er wordt zelfs aan de wegen rondom het circuit en ook op de snelweg werd er nieuwe asfaltlagen gelegd. Richting volgend jaar waarschijnlijk al. Want ja, nu kan het even. Ja, niet stiekem toch oranje fans gezien die proberen om in de buurt te komen van de race? Nog niet, nee. Ik heb ook weinig Nederlandse kentekens gezien. Dat is natuurlijk ook nieuw. Er zijn wat Nederlandse journalisten. Iets meer dan de vorige races. Daar was ik eigenlijk vooral alleen op de wereld wat dat betreft. En nu zijn er iets meer Nederlandse journalisten ook deze kant op gekomen. En die zijn ook de volgende races aanwezig. En ik uiteraard ook. Maar wat dat betreft zie je iets meer Nederlands. Maar qua fans heb ik nog weinig gezien. Maar die zullen er zeker gaan komen. Kijk, ze moeten niet denken dat ze dicht in de buurt van het circuit komen. Want alles is hermetisch afgesloten. Maar ja, zelfs naar Oostenrijk gingen er wat Nederlandse diehards. Die toch die helikopter wilden zien vliegen. En die auto's wilden horen in de verte. Dus dat zal dit weekend ook al gaan gebeuren. Ja, in Groot-Brittannië en in Spanje zat Verstappen weer veel dichter. Of hij werd zelfs eerste de tweede keer op Silverstone bij de Mercedes. Wat verwacht jij nu in België? Want het is natuurlijk weer kouder. Het is totale andere omstandigheden. Ja, nou ja, kijk, als je naar de laatste race in Barcelona kijkt, was het verschil juist weer heel groot. In ieder geval met Hamilton. In de race. En de kwalificaties verschillen natuurlijk sowieso aanzienlijk. Dus ja, ik verwacht, daarmee zeg ik niks spannends. Kijk, Mercedes is natuurlijk weer de favoriet. Het is een stuk kouder wat je zegt. Maar ja, als we naar het weerbericht kijken, ook nog wel wat kans op regen zaterdag en zondag. Het is wel weer wat minder de kans dan toen ik eerder deze week keek. Dus laten we even afwachten. Maar ja, een regenbui kan natuurlijk altijd spektakel opleveren. Ja, en Spa ligt Verstappen wel. Hij is één keer derde geworden daar, geloof ik. Nou, het ligt hem in die zin dat het zijn favoriete circuit is. Alleen als je naar zijn resultaat kijkt, ja, die derde plek, dat is ook het enige positieve wat je eruit kan halen. Het is juist, dat zou toeval zijn, maar het is vaak juist hier een beetje een drama. Hè? 2017 natuurlijk sowieso een dramajaar, toen met al die uitvalbeurten met die Renault-motor destijds. Toen viel die al na 7-8 rondjes uit. Nou, vorig jaar hebben heel veel fans hem niet eens lang zien komen in de race. Toen was het binnen een paar rondes al. Ja. Of binnen een paar bochten, sorry. Al afgelopen na een touché met Kimi Räikkönen. Dus laten we hem hopen dat het nu dat hij in ieder geval de race uit kan rijden. En dat hij weer op het podium staat. Ja, als we dan even naar Verstappen's teamgenoot Albon gaan. Die maakte eigenlijk een jaar geleden zijn debuut in de Red Bull in België. Het is niet helemaal geworden wat hij er vooral dit seizoen van had gehoopt, denk ik. Nee. En ook nu zie je weer verschillende interviews met Christian Horner, de teambaas van Red Bull. En ook met Helmut Marko, de grote adviseur op de achtergrond. Die het heel erg voor Alex Albon opnemen. En dan ga je toch een beetje denken van dat deze vorig jaar met Gasly, zijn voorganger, toch een stuk minder. En dan ga je toch een beetje nadenken, hoe kan dat nou? Zullen ze geleerd hebben van Gasly dat ze die toch te vroeg hebben afgeschreven? Kijk, je hoeft niet te verwachten dat een tweede coureur net zo snel is als Max Verstappen. Alleen je mag wel, vind ik, verwachten dat diegene er iets dichterbij zit. Kijk, Albon heeft op zaterdag al veel moeite om in Q3, in die derde kwalificatieronde te komen. In die kwalificatiesessie. En dan in de race zit hij er iets beter bij. Maar dan is het gat nog steeds enorm. Hè? Hij werd in Barcelona zelfs op een ronde gereden. Kijk, dat gat is gewoon te groot. En dan zie je bij Gasly, zag je echt het vertrouwen wat steeds verder weg ebte. En dan ben ik benieuwd hoe dat met Albon gaat. Je ziet nu vanuit het team wel dat ze hem heel veel vertrouwen geven. Maar ja, als je hardop gaat nadenken, Red Bull, het grote moederbedrijf, is voor 51% in handen van iemand uit Thailand. Een Thais bedrijf. Nou, onder welke race-licentie rijdt Albon? Een Thaise licentie. Kijk, dat soort dingen gaan natuurlijk allemaal, daar gaat iedereen toch over nadenken. En het is voor Albon aan Albon de taak om cool te blijven en toch wat meer te laten zien. En kijk, als hij zo doorgaat, dan kan ik me niet voorstellen dat hij ook volgend jaar nog bij Red Bull rijdt in het vlaggenschip dan. Nee, benieuwd hoe dat verder gaat. Erik, als we dan naar Racing Point gaan, natuurlijk met die gelijkenissen van de Mercedes van vorig jaar. Wat is nu de status? Want Renault heeft volgens mij het protest laten vallen, maar Ferrari niet, hè?
Nee, eigenlijk heeft alleen Ferrari nog een protest en Racing Point zelf. Hè. Racing Point kan omdat ze de straf te hoog vonden of onterecht en Ferrari omdat ze te laag vonden. Nou ja, nu denk ik eigenlijk dat het een beetje gaat doodbloeden. Want ik denk ook dat heel veel mensen Ferrari niet heel erg serieus nemen. Omdat ze natuurlijk vorig jaar Ferrari hebben gehad met het hele motorincident. Wat ook een beetje onder het tapijt is weggemoffeld. En die zijn daar natuurlijk wel voor gestraft. Dat zie je dit jaar wel in de prestaties. Dat ze natuurlijk niet met die motorafstelling kunnen rijden. Renault heeft het laten vallen. Renault is natuurlijk ook een team geweest dat als eerste heeft geprotesteerd. Hè, dat de hele zaak aanhangig heeft gemaakt vanaf de tweede race. En die hebben nu gezegd, we laten ons protest vallen. Want we hebben duidelijke afspraken nu gemaakt met de FIA met name. En met de andere teams vanaf 2021, vanaf volgend jaar. Voor de komende jaren dat dit niet meer kan gebeuren. Dus daar heeft de FIA eerder ook al iets over gezegd. Dat echte kopieën van auto's, dat niet meer mogelijk moet kunnen zijn. Kijk, gekopieerd zal er altijd blijven worden in de Formule 1. Dat hoort er ook bij. Alle teams hebben bijvoorbeeld minimaal één spionagefotograaf in dienst. En dat zal altijd zo blijven, maar echt een hele auto kopiëren, dat zal niet meer mogelijk zijn. En Racing Point is eigenlijk, denk ik, op dit moment de lachende derde, of de lachende tiende. Hè? Want die staan gewoon weer derde in het constructeurskampioenschap. Ja, ja, precies. En het wordt misschien toch nog wel een redelijk volwaardig Formule 1 seizoen, zou je kunnen zeggen, als we de kalender er even bij halen. Het zag er een paar maanden geleden niet zo uit, maar dan is het nog een redelijk volle kalender. Hè? Ik geloof 17 races of zo in totaal. Ja, op dit moment wel. Ze hebben nog niet helemaal gezegd dat dit nou definitief zo is. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Dus het is alleen maar Europa. Ja, Turkije is, als je het heel erg gaat mierenneuken, is Turkije-Azië. Want dat ligt aan het Aziatische gedeelte van Istanbul, Istanbulpark. Mm-hmm. En daarna nog in het Midden-Oosten, Bahrein en Abu Dhabi. Wat ik wel leuk vind, is dat je eigenlijk op allerlei circuits komt. Hè? Mugello, Nürburgring, Portimao, Imola, Istanbul. Waar dit jaar niet gereced zou worden. En misschien wordt daar vanaf na dit jaar ook niet meer gereced. Dat daar de komende jaren gewoon weer de circuits die dit jaar niet op de kalender staan door corona, dat die weer terugkomen. Ik denk een Portimao of zo, dat zou best wel. Die hebben pas net weer een Formule 1 licentie. Dat zou best wel weer terug gaan komen. Alleen, ik vind het wel leuk dat je nu op circuits komt waar we normaal eigenlijk of jarenlang niet zijn geweest of helemaal nooit zijn geweest. Mugello is natuurlijk echt een MotoGP-circuit. Ja, en dat is natuurlijk leuk, omdat je teams daar veel minder data hebben verzameld. En dan worden die vrije trainingen op vrijdag ook mateloos interessant. En het biedt toch nog wat meer perspectief voor Verstappen in zijn wellicht onmogelijke race tegen Hamilton. Maar in ieder geval het seizoen langer, dus meer kansen. Ja, als je het zo kijkt, het is in ieder geval beter dan dat je allemaal circuits hebt die je allemaal van haven tot god kent. Alleen denk ik als je naar de layouts van een aantal circuits kijkt, dat het toch beter voor Mercedes is. En Mercedes, laten we eerlijk zijn, Mercedes heeft de beste motor en de beste auto. Dus die zullen op elk circuit wel uit de voeten kunnen. Het wordt wel interessanter daardoor, maar ik denk als je het Verstappen, ik spreek hem vanmiddag, als het hem dan vragen, dat hij nog niet denkt dat hij Hamilton nu in één keer wel kan bedreigen, omdat er nu in één keer 17 races op de kalender staan. Maar een keer een uitvalbeurt van Hamilton, een keer een gekke race zondag met regen. En iedereen roept zondagavond weer dat Verstappen weer helemaal de titelrace is. En het is in ieder geval leuk dat we daarover kunnen filosoferen en een beetje kunnen over praten. Want het zou natuurlijk niet leuk zijn als je na 6 races al zegt van het is over. Maar reëel gezien is de grootste uitdaging gewoon Bottas verslaan. Als hij dat doet, dat vind ik al, dat zou echt al een wereldprestatie zijn. Als je ziet in wat voor auto die rijdt. Het zegt ook al wat over Bottas, maar ik denk dat het meer zegt over Verstappen. Juist ook omdat je de kloof met Verstappen en de rest ziet. Hè, met name zijn teamgenoot. Kijk, en Bottas zit bij Hamilton in ieder geval op zaterdag zit hij er nog wel goed dichtbij. Op zondag zie je toch wel het verschil in kwaliteit. Maar als Verstappen Bottas voor kan blijven, dat zou wel echt een prestatie van formaat zijn. Al denk ik niet dat hij er zelf een Polonaise van gaat lopen. Ja, dat mag tegenwoordig niet. Maar als hij het al zou kunnen, zou hij het ook niet doen. Want die tweede plaats of de derde plaats, dat interesseert hem natuurlijk niet. Het gaat maar om één plek. Oké, duidelijk. Erik, je houdt het er allemaal in de gaten. We spreken elkaar. Dankjewel. Oké.